Per 1 oktober houdt het op, of eerder. Als we wat eerder gevonden hebben. Flinke klap, denk ik. Ja, het zat er een beetje aan te komen. Alleen de klap zo groot dat niemand verwacht. De laatste dagen wel, maar niet daarvoor. We wisten dat we 10, 20 miljard kwijt zouden raken, maar ja, het is alles. Want dit is wel een fabriek die dik winst heeft gemaakt de afgelopen jaar. Ja, dus dan is het maar te hopen dat we een goed sociaal plan hebben. En dat beloven ze, dus daar gaan we maar eventjes vanuit. En nu na 23 jaar bij Philip Morris gewerkt, op zoek naar iets anders? Ja, ik was gelukkig zelf al op zoek naar iets anders. Dus het komt misschien voor mij goed uit, maar ja. Voor heel veel mensen zal het hard dobberen worden, want je zal met... Altijd met een man of tien van Philip Morris zal je op een sollicitatiegesprek zitten. Dus ja, dat is een hard gelach voor iedereen. Hoe was de sfeer binnen net? Ja, rustig en bedrukt. Ja, iedereen verwacht het en iedereen heeft een beetje van ja, wacht er maar af. Ja, we hebben in Zeeland natuurlijk al afgelopen jaar meer dingen meegemaakt. Hè, met grote ontslagen Zalco bijvoorbeeld. 300 Zeeuwen werken hier, dat zal een flinke klap zijn. Ja, dat is ook een flinke klap. Ook voor Zeeland, het zijn geen 300 mannen, het zijn 300 gezinnen. En dat moeten we niet vergeten. Het zijn geen, we werken hier met 1400 man. En er zitten heel veel toeleveranciers bij. Dus ik denk dat je over 3000 gezinnen praat. Plus dan alles wat er nog aan vast zit. Alle winkels en heel de mikmak.